Yo mensen, ik ben hier weer met Ronald en wij doen Dual Survival. Ja. Bedankt voor het slaan. Graag gedaan. En we hebben een mooie plek gevonden voor ons huis. Dus ja, Hij hier is denk ik. gesloten, maar ja. En ja, we hebben een paar hele leuke ideeën voor huisjes. We kunnen een onderwaterhuis maken, wat met naar beneden gaat zo. Of we kunnen een ja, soort boothuisachtig ding maken. Een Dus boothuisachtig ding. ja, wat ik toen ook echt mijn hele oude subs, die weten nog wel dat ik een keer ja, zo'n Dual Survival met Tim had gedaan. En dan hadden we zo'n heel mooi boothouse ding. En sorry dat Ronald's audio een beetje verkrekt klinkt, want zijn hij uploadt. Ja, mijn excuus. Maar Mijn goed. excuus, allemaal Ronald's schuld. Nee, dat is zijn internet. Ja. Zei ik Ik allemaal heb al niet. die internet. Maar goed, Jordi, wat wil je doen? Onderwaterhuis? Ja, dat klinkt wel interessant, ja. Oké, nou, dan geef ik jou nu de taak, Jordi, om de, wat je maar call it, op te halen. De zooi uit het Maar welke NPC kant? Village. Dat was toch in de jungle Ja, daar, hè? het was door de jungle heen, zeg maar. Als je recht door de jungle heen loopt, dan kom je nog zelf. Hallo koe. Mag ik ondertussen ook wat koeien slachten? Ondertussen koeien slachten. Ja, ik zie niet in waarom dat niet kan. Oké, meneer de Oh Ronald. my god, we hebben een heel cave system hier, Jordi, dat is mooi. Dat is inderdaad mooi. So pretty, pretty nice. Oh, begin jij nu ook al met pretty pretty nice? Ik ben er net mee gestopt. Nu heb ik het weer in mijn hoofd. Ik moet alleen even kijken waar we precies de ingang naar ons stulpje willen maken. Dat Ik denk is hier oh, zo. dat is pretty pretty nice. Pretty, pretty nice. Nee, oké, dan gaan we hier de ingang voor het stulpje maken. En dan moet ik wel even nog wat dingen doen. Wat is dit nou weer dan al bij de sprint? Oké, even boom omhakken. Niet met een schep, maar met een. What the fuck, het lijkt ook nog eens een tering hier. Pardon? Ja, ik loop maar ergens heen. Ik ga gewoon de jungle uitlopen, Ja, toch? je moet als je in het desert ziet, dan is het rechtdoor. Oh ja, we moeten nog iets uit de reacties halen, hè? Want we hebben nu de video's geüpload. Ja, iemand die zei zwembad, dat vind ik een heel goed idee. Oké, okay, dan gaan we daar een zwembad maken. Waar? Thanks voor jullie ideeën. En hebben jullie nog leuke ideeën? Zet het ook gewoon in de reacties. Wij lezen alle reacties. Ja, Laat kunt het u dit daarop. laten, Jordi? Pardon, Parle, Ronald. par, parlez-vous français? Oh, ik weet niet wie dat zegt. Oké, okay, zo. Ja, toen. Wel, ik moet maar even wat gaan menen, denk ik. Even Appel. lekker mijnen, mijn Geef me die jongeman. appel. Ja. Oké, okay, shit, sorry. Jordi, eet vis. Boeit mij dat? Ja, dat moet je al heel veel. Meer dan dat jij denkt, jongeman. Oh, skeletons. Pardon, Ronald, wat zei je daar? Jongeman. Vond je dat gewoon. Vond je dat gewoon kunnen dan? Ja. Lol. Jordi. Godverdomme, man. Vind je zo lekker nog eens even. Ja, hallo, mijn gol. Nou, die kleine kutgebouw. Pardon? Schapje. Nee, oké, Ik okay, zie de woestijn al. we moeten even ophouden met van die. Ja, zeikrapjes. Dan is dat nooit wat aan. Auw, Dood kip. kutzooi. Hey, 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 Ja, ik ben hier naar beneden gesolimieterd. pardon. Hey, 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 hey. Niet zo agressief, meneer de Ronald. Dat Hey. tolereren wij hier allemaal niet. Allemaal. Ja, shit, sorry. Je kunt die kant op, je kunt die kant op. Welke kant moest Gewoon ik nou op? rechtdoor, mens! Je komt vanzelf bij de NPC Village. Oh, ik zie hem al. Lekker! Ja, fix nu je background noise. Ik hoor een telefoontje afgaan. Hallo. Ronald die is nu aan het Oh, telefoneren, om goed. dat zo maar even leuk te noemen. En nu ga ik Ja. even de spulletjes pakken. Ja, een beetje Lol. slecht slapen vandaag, maar gaat wel. Oh, heeft slecht geslapen vandaag. Ja, is goed. Oké, okay, ik ga even mijn spullen pakken. Zo. Oh, dat was hier niet. Lol. Even kijken, wat voor dag is vandaag? Het is vandaag woensdag. Of nee, donderdag Woensdag. bedoel ik. Ja, even kijken. Ja, dat kan in principe wel, ja. Oké, okay, dat kan dus. Oké, okay, dat is. Nou ja, uur of 1 of zo, als dat kan. Ja, Oké. dat kan zeker. Ja, is Oké. goed. Okay. Oké, okay, dat is helemaal prima. Ja, dat is een vriend van mij die belde of die langs kon komen. Ja, ik heb ondertussen even de kijkers bezig gehouden met jouw Ja, dat heb ik allemaal. telefoniergesprekje. Ja, oh mijn jezus, zo'n kutspin. Die word ik weer geassreept hier zo. Zo.
Lol, ik ben bij het huis. Zal ik een paar fornuisjes meenemen? Niet alle. Ja, is goed. Eén fornuis die laat ik hier mooi staan, want ik heb geen zakken. Ja, is helemaal lauw. Als deze opname is, dan ga ik even fietsen. Alweer. Ik ga fietsen. Nee, fietsen is Nee, dan leuk. ga ik even wat andere shit Ja, nee, opnemen. fietsen is leuk. Echt gewoon personal shit hier zo allemaal. Gewoon real life. Maar het moet ook echt altijd weer gebeuren als we Altijd opnames weer gebeuren hebben. als opnames, echt. Vind je het goed als ik nog even wat ga smelten? In dat ding. Wat wil jij ze mensen dan? Ik ga slapen, dus ja. Fijn. Ja. Zo, het is dag. Oh ja, inderdaad, ja. Diamond Horse Armor. Zal ik die meenemen of die laten liggen? Ik denk Natuurlijk, ik gewoon niet. alles meenemen, mens. Maar dan zit mijn inventory Neem vol. gewoon alle waardevolle shit mee. Laat de dirt en zo allemaal maar wezen. Oké. Zo, dit is wel genoeg Hoppakee. kabel, denk ik. Sheets, zal ik sheets meenemen? Ja, is goed. Oh, dat klonk heel erg verkrekt. Ja, echt, nee, ik was aan het parcouren. Oké. Ik neem alle shit mee. Hey, Zoals hey, 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 wheat. hey, Jordi, we gaan hier geen uitwerpselen meenemen. Dat doen wij niet. Pardon? Ja, dat zeg jij. Wat zeg je nou weer dan? Een hele hoop. Een hele hoop, jongeman. Shit, mijn inventory zit vol. Oh, er Dat is wordt niet nu wel. allemaal ding. Wow, Jezus! Wat een Jezus! opname. Jezus, aanslag Sorry op voor Jordi's de. huis nu. Sorry dat er veel achtergrondgeluid. Weet je wat? Fuck it. Ik heb geen zin om te wachten. Ik maak dit kapot. Dat doe ik daar wel. Ronald, mag ik naar jouw TP? Ik neem onze bedjes ook even mee. Ja, is goed. Zou dat genoeg? Nee, lang niet genoeg. Ja. Kom, Ronald, we gaan. Hier gaan we ons huis Oh. maken. TV Donuts. Zo. Want we mogen TP in deze serie. Ronald, heb jij een chest? Ja, die staat Oké. hier. Dan doe ik daar even alle shit in. Oké. Ja. Oké, nice. Dat is pretty nice, dit allemaal. Ik moet mijn moeder nu eigenlijk vertellen dat die vriend zo meteen langs komt, maar dat doe ik wel na de opname. Komt er 15 minuten om, ja. Ja, waar zijn we? Leroy! Oh mijn god, een spook! Wat? Ik zie helemaal niks. Ja, nee, jij was het spook. Pardon, Ronald. Pardon, Ronald. Pardon. Dat kan niet, Ronald. Dat kan niet. Oké, zal ik nog wat boompjes weghakken? Ja, doe maar. Mag ik dat met zo'n iron ding doen? Want we hebben 44 iron. Zo, ik heb een infinite water source thingy bobbers. Ben je dan? Ben je onder water? TP me naar mij, Jordi. TP donuts. Ja, dat heeft toch geen nut. Zo. Oké, ik ga wel boven land iets doen, oké? Zo kun je niet met TP dan. Als ik dan TP donut doe, dan. Oh, laat maar. Shit, ik heb geen toortjes meegenomen. Oh, wacht wel. Dude, denk ik dat ik niet voorbereid ben. Ja. Eigenlijk wel. Oh. Maar hoe kom ik nu weer naar boven dan? Niet. Daar Oh. help ik jou straks wel eens even mee. Oh, dus nu moet ik hier leuk blijven staan om te kijken hoe jij dit allemaal doet. Ja. Oké. Komt het wel op neer. Maar ik heb ook geen schep, dus ik moet dit zo weghakken. Oké, nou, dan moeten we eens even gaan kijken. Hoe gaan we dit? Nou, zo met de ladders, denk ik. Nog. Oké. Dus, let's go. En toen was het stil. Ja. Oké. Oké, ik ben bij de top. Oké. Zal ik dan maar even iets daar gaan doen? Zoals dingen smelten en zo. Kun je doen, ja. Nou, dat ga ik ook zeker doen, jongeman. Zo makkelijk is het om een onderwaterhuis te bouwen, jongens. Oké, dat ding is gesmolten. Nu ga ik wat iron smelten.
4 iron maar ja, boeien. Het is toch iron. Het is wat het is. Dan ga ik zo meteen maar even gold smelten. Wacht, zal ik jou wat bedden geven zo? Ja, doe dat zo meteen maar. Mag ik ook zo'n iron axe maken? Nee, we gaan hier geen axen van iron maken. Daar hebben we nog lang niet genoeg resources voor. Wel van hout dan? Of een steenmens. Oh, ook goed. Oké, maar... precies genoeg. Wow, ik had... What the fuck, die chest die spaced hem als hel. Gezien. Heb je die chest nog weer spacecake gevoerd, Jordi? Why you do this? Nee, ik kan hem wel gewoon in. Toch. Oh, nu gaat hij wel dicht. Oké, ik ga even wat sticks dan maken. Oh shit. Dan maak ik even zo'n ding. Ja. Dan ga ik nu wat houtjes hakken. Zo. Huppakee. Zo. Kijk eens aan. Ik heb wel geen genoeg cobblestone meer, maar kijk, het begin is er. Zal ik gewoon nog een chest maken daarnaast? Ja, is goed. Hoe lang zijn we al bezig? 11 minuten. Oh, is goed. Heb je nog cobblestone? Ik heb nu 64 cobblestone en 22 in mijn inventory, hè? Ja, geef dat. Oké, wacht, ik maak... Geef het nu! Rustig, Ronald. Baby. Nice and slow. Rodeo. Ja, sports. Zo. Sports. Even kijken, misschien gaan we dus later nog een hout maken. Ik denk het niet, in verband met creepers en shit. En met Jordi met flint en steels. Dus ja. En wat? Nou, ik heb gezien dat jij de zo in de fik gaat steken straks. Oh. Dus daarom maken we denk ik de brug van Kal. Lol. Zo, heb ik ook weer even wat brood gemaakt. Doe ik dat ook even in de chest. Zo, ik maak het maar twee dit breed in de chest, voor mevrouw de bejaarden. Dit ook in de chest, dit in de... Wel, als ik shift wil indrukken, doet dat ding het niet. Dit in de chest. Ja, dit. Zo. En wat doet meneer de Ronald? Ik heb dit gemaakt, kijk. Ja. Oh, shit. Oké, dat is pretty nice. Pretty nice, hè? Kijk, ja, ik weer naar beneden ja, zo. Kijk, dit laat ik zo. Dit is mooi met al het water. Nou, kom hier beneden zo. Maar het voordeel van hier is dat we wel fucking veel bomen hebben. Ja. Ja. Even wat boompjes weghakken. Ja, hak nog maar wat bomen weg. Heb jij nog glas nodig toevallig of niet? Ik heb nog glas nodig, hè? Ja, straks niet nu. Ja, ach, neem ook maar mee. Ja, oké, dan maak ik even een schep, want dan ga ik zand... Er zit, hadden we nog volgens mij... Nee, laat ik maar. Laat ik maar, oké. Ik dacht dat we nog glas hadden, maar dat is niet zo. Oké, ik pak even wat cobblestone. Wat heb ik nog? Oh ja, dat. Oké, ik maak even een... Zo'n... Schep. Zo. En dan ga ik zand weghakken. Klonk heel erg enthousiast, hè? Ja. Oké. Maar oh hier my is god! Wat? Ik heb even een ondergronds cave system gevonden. Ondergronds cave system. What the fuck? Ik heb hier zo'n heel groot cave ding. Wow. Kijk dan. Wow. Ja, ik tp zo naar jou. Doe ik wel even op het eind. Ik ben nu allemaal zand aan het hakken. Holy kloot. Hey. Jordi, we hebben hier een enorm groot cave system onder ons huis. Met gold hier, kijk. Ja? Ja. Dat is nice. Is pretty, en ik denk dat we nice. Af en hierbij gaan eindigen, want we nemen al 14 minuten op. Ja, we eindigen het hier. Ja. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Klik even op het groene duimpje en abonneer nog even op Ronald's kanaal. Ja. Als je het nog niet had gedaan. Ja, en volg ons even op Twitter, @ShadowGamers23 en @ditgamingkanaal. En wel, dan zeg ik nu, dan zien we jullie later. En later mensen.